Vorig jaar zijn we natuurlijk op zoek geweest naar het kutste dorp in Nederland. Maar dit jaar gaan we op zoek naar het allerkutste dorp van België. En vandaag trappen we af in het dorp van onze eigen sixpacker. En dat is... Schille! Laten we checken hoe kut het dorp wel niet is. Bereikbaarheid. Hoe kom ik weg uit dit kutdorp? Hey, is het openbaar vervoer een beetje te doen hier zo in Schellen? Ja, met de bus. Er zijn best wel veel bussen, maar die komen nooit op tijd. Bel een station waar de trein komt, alleen in het weekend kun je gewoon serieus niet reizen. En dan moet je met de bus gaan, maar die rijdt maar tot 12 uur of zo. Entertainment. Wat is er allemaal te doen in dit kutdorp? Valt er nog iets te beleven in Schellen? Ja, je zult wel een beetje creatief moeten zijn als je hier iets wilt doen. Er zijn wel een paar hangspots en een paar dingen die je wel spannend kunt maken ofzo. Maar kijk, het is wel grappig. Kijk, hij woont op nummer 6, maar hij had geen tijd denk ik om het af te krijgen. Typisch Belgisch. What the fuck is kantklossen? Nieuwe cursus kantklossen in september. Ah, nee. Want in de iep is kantklossen. Eén ding ben ik wel, het lijkt me in ieder geval heel erg leuk. Hier zitten we dus bij Studio 100. Het is een soort Aalsmeer van België, zeg maar. Ja, maar dan alleen met kinderkutprogramma's. Dus, nou, laten we even kijken. Hier, wat zeg ik? Een aquarium. Ik weet die biologie. Hey! Samson en Gert! What the fuck? Woehoe! Waar vandaan? We zijn op zoek naar de receptie. Oh. En je hebt heel het gebouw rondgelopen en de receptie nog niet gevonden. Ja, het is wel echt niet stoer, maar het is wel super vet om binnen te lopen. Je loopt gewoon zo de receptie voorbij. Hey, je hebt gewoon een mini-ramp. Ja. Ja, die heb ik hier in het park geplaatst. Vroeger stond die ergens anders, maar daar is die gestolen. Michael, kom maar, hij staat er klaar. Michael gaat lekker droppen. Kom op Michael, stand op nul. Is niet zo moeilijk voor jou. Die moet toch even droppen, die moet toch weten of dat een kutramp is of niet. Kom op Michael! Ik heb een fucking tattoo op mijn reet laten zetten. Ja, wat is dat nou voor fucking excuus? Ik heb eentje op mijn onderlip laten zetten. Wat jij nou te lullen? Want jij doet het toch zelf ook niet met je smoel? Hé, hey, luister nou. Ja, ik luister. Fucking hell! Doe het dan gewoon. Als jij denkt dat het gewoon is. Uit! De rem is oké. Ja. Hier zijn we wel met de Young Gangsta in Schelse Mafia. Dus representeer. Wat? Oké. I know I'm on the call, Schelse Mafia. Het mooiste van alles vond ik nog in het stukje van zijn rap refereerde die naar zijn ketting. Die echt 100% plastic was. Controle. Hoe groot is de kans dat je gepakt wordt als je hier iets flikt? We hebben echt gemerkt dat we op heel veel plekken heel handig binnen kunnen komen. Ja, maar hier zijn de kleiputten, dat is waar de klei wordt afgegraven. Mm-hmm. En dat is nog net iets spannender, want hier wordt nog steeds gegraven. Hoe groot is de kans dat je sterft? 80%. En we zijn er al! Wow, hey, dit is echt fucking groot. Een beetje freeriden, of wat? Jongen. Dit is echt zo sick! Echt goed schuift hij niet. Ziet er wel vet uit. Maar goed schuiven doet hij niet. We zijn niet gepakt. Of niet in de gaten gehouden dus. En nu is het tijd voor het allermooiste blokje. De chicks. Hoe zit het met de wijven hier in Schellen? Hoe heet die bitch? Amandine. Amandine. Ja, ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet. Hoe heet ze van de achternaam? Loes. Loes, heb je zin om vanavond met mij uit te gaan? Ja, ik ben al bezitten. Ik ben echt meteen terug verliefd, man. Ik moet je meegeven, Steven, dat ze inderdaad wel fucking lekker is. Fuck man, ik zit hier ook gewoon echt te shaken, man. Ik ben er zo terug verliefd op. Ik had die nooit mogen laten schieten toen ik 6 was. Ik had die gewoon moeten vasthouden. Gast, dat wijf is lekker.
Is er buiten dit mooie meisje nog ongeveer een beetje een vrouw van hetzelfde kaliber? Ja, dat zou mijn buurvrouw zijn dan, Michael. Oh, maar de front komt open doen, dat zie ik nu wel. Dus dat wordt een mooie. Ik ben op zoek naar Sylvie. Heb je zin om vanavond gezellig met mij te gaan stappen? Ik heb eigenlijk... gingen wij zelf iets samen doen, dus... We gaan gewoon stappen en kijken of we dan mooie vrouwen ons mee kunnen. Ik ga huilen, Michael. Michael gaat echt huilen. Uitgaan. Hoe leuk kun je stappen in Schellen? We hebben 2 kutcafés in Schellen. Ja. Dus we kunnen daar even gaan kijken. En af en toe is er soms een feestje, maar ik weet niet of we dat tegenkomen natuurlijk. Lekker! Oké dan, nou het is wel redelijk duidelijk dat dit niet de tent is voor ons soort mensen. Zelfs op een kerkhof vind je nog meer leven. Een potje toppenbillard. Ja, waarom niet? Ik heb dit nog nooit gedaan. 1-0. Ja, ik heb vet een toppenbiljaar gezien, die was wel cool toch? Nee, even serieus, de toppenbiljaar, dat beviel me wel. Ik vind het echt een tof spelletje. We gaan dan niet goed praten, dat is gewoon een kuttent. Goed, we zijn het vandaag in Schellen geweest dus. Jouw plaats, jij werd er geboren en getogen. Kijk, kut is anders. Maar ik vind het jammer dat je niet in het weekend met de trein kan. Je kan niet zwemmen op een hete dag. Er zijn wel chicks, maar je kan ze niet regelen. Dat zou ik niet jammer, maar... Een 6, denk ik. 6 min, 5,5, 6 min. Ja. 6 min.